Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Het heeft even geduurd voordat ik weer ging opnemen. Ik had gewoon geen inspiratie en ik weet ook niet of ik nu nog de inspiratie heb. Ik wil in ieder geval wel het park mooi maken. Dus we gaan met z'n allen gewoon lekker kijken hoe dit park mooier kan gemaakt worden. Vorige keer hebben we natuurlijk die achtbaan gemaakt. Hierbij dat ongeveer Chinese of Japanse thema. Het is een beetje hoe je het wil zeggen. Ik moet natuurlijk dit gedeelte nog afwerken. Ik moet even kijken deze looping nog wat afwerken. Want dit is een heel saai pad. Dus wat ik eerst ga doen is dit pad een beetje mooi maken. Nou, we gaan dus even kijken. We moeten Briantjes set moeten wij gaan gebruiken. En het was heel grappig. Maar Briantje daar, die is sinds kort weer op Teamspeak aan het komen. En daar hebben we het ongezettend gezellig mee. En dat is ook aan de andere kant van hem. En dus dat is sowieso heel tof. Maar in ieder geval, ik had tegen hem gezegd, heb jij wel eens een tweet ontvangen? Hij zegt, welke tweet? Ik zeg, nou, ik heb wel eens een tweet naar jou gestuurd. En ik had jou gevraagd, is die Rollercoaster Tycoon 3 set, is die van jou? En hij zegt, ja. Ik zeg, nou, ik heb een soort van, ik heb dat gevraagd. En ik kreeg geen antwoord, maar hij had nooit wat ontvangen van mij. Het bleek dus dat hij me had geblokkeerd op Twitter. Helemaal goed gekomen nu. Het gaat helemaal goed en we hebben goed contact en ik ben blij dat we weer contact hebben. Dus Briantje, als je dit ziet, heel tof dat ik weer contact met je heb. In ieder geval, het gaat goed met Brian en het gaat ook goed met mij, ook al ben ik een beetje ziek. Ik moet even kijken tijdens het zoeken. Ik zit de hele tijd Briantje op te zoeken, maar ik zoek het pad en ik kan het niet vinden. Volgens mij stond hij onder de bushes. Ik ga me ook even pauzeren het spel, want er blijven meldingen komen dat er plonsbootjes stuk zijn en worden gerepareerd. Nou, dat interesseert me even helemaal niks. Het moet me wel interesseren, maar we gaan nu even focussen hier op dit gebied. En ik pak even Briantje. Waar zat je nou? Ik had net je pad geselecteerd. Hier zo. De Fulcrum Form heet het. Fulcrum Form. En die gaan we hier plaatsen. Oh, wel goed plaatsen, want dat is dus niet goed wat ik net deed. En zoals je ziet, loopt het dan allemaal mooi, het pad. Zie je, we kunnen hier een mooie bocht maken, zodat het mooi overloopt. Maar hier, dit zijn petcovers. En petcovers gebruik je op de paden. Zodat het wat mooier eruit ziet, dat je die beetje die rondvormige dingen kan doen. En de reden dat ik dit natuurlijk speel, is dat het natuurlijk nog 10 keer mooier uitziet dan Rollercoaster World. En natuurlijk ga ik Rollercoaster Tycoon World spelen. Maar ik denk dat dit wel het mooiere spel blijft onder de pretpark simulatie games die er maar bestaat. Ik wil dit denk ik ook wel helemaal dat pad geven, omdat het er wel gaaf uitziet als hij geen groen staat. Ik zou ook niet weten wat ik daar zou kunnen plaatsen. Dus ik denk dat ik het op deze manier maar ga doen. Zo. Nou, dan maken we dit allemaal een beetje vol. En hier zien we ook bergjes nog. Maar daar doen we niks mee. Nou ja, we kunnen die daar nog afwerken. Hier is het ook nog een beetje kaal. Ik zie hier nog een hoekje wat we nog moeten camoufleren met een bergje. Dus ik ga die zo meteen erbij pakken. Dus even kijken wat we hier kunnen doen bij dit bochtje. Want we moeten hem niet te dicht bij het pad. Of bij, je weet wat ik bedoel. Waar stonden die bij? Stonden die hierbij? Even kijken. Ik zal het even zoeken hoor. Want die padsets die staan weer onder een hele andere vorm. Ik geloof onder deze. Dan gaan we even onder. Breintje, hier staat hij. En dan zie je dat er meer verschillende mogelijkheden zijn als je hem selecteert bij de bloemen. Ja, ik heb het niet ingesteld, maar het is heel simpel. Als je er eenmaal een beetje door hebt, dan komt het goed. Kijk, ik vind dit tof, dat hij zo'n bochtje hebt. Nou moeten we dit hoekje nog even invullen. Dus nu kunnen we dat kleine vierkantje pakken die je net zag bij als we deze bij de bloemen pakken. Kijk hoor, en dan beneden. Want we hebben daar nog iets nodig uit deze set of uit deze kant. Kijk, dan pakken we het hoekje en dan maken we zo dicht. Zie je het? Dan moeten we ook natuurlijk die laddertjes of die poortjes of die dingen, die hekkies. Jeetje, wat een motto, wat een rotwoord. Hekkie, hier kan vloggen. 10 jaar zit ik aan de dingen, dat ik door van de hekkie. Foliage set, die gaan we gebruiken. Beetje stenen. Het zijn allemaal stenen. Kijk even hoe de baas het doet. En dan plaats ik zo een steen hier. En je zou hier ook nog een steen kunnen neerleggen hoor. Ik denk dat dat wel gaaf eruit ziet. Een beetje thematisatie zo. En hier nog een steentje hierbij. Waarom ook niet? En we planten er nog een wat lager. Zo, kijk eens. Mag wel hoor. Nu gaan we gelijk dat hoekje even weghalen hier. Nou, niet weghalen, we gaan hem camoufleren. Hè? Zoals ik al eerder zei. Dus we pakken een builder. Die gaat een beetje hier komen zo. En dan zou je zien dat het er leuk uitziet. Ik vind dat echt een hele mooie set. Puur omdat die rotsvorming is echt ontzettend mooi. En dat maakt het heel vet. Ik denk dat ik hier niet te veel ga kloeten. Misschien dat we hier nog wat stenen neerleggen zo. Tegen de muur aan daar. Ja. En dat we die stenen ook nog even hier bovenop zetten. Kijk zo.
En misschien zou ik die stenen ook nog een beetje hier ergens kunnen neerzetten. Zo, tegen die hoek aan zo. Kijk, dat kan wel daar. Er moeten zo hier en daar nog wel plantjes komen, denk ik. Ik denk dat ik hier ook nog wel een paar stenen kan neerzetten, zo. Het moet niet al te druk worden met de steentjes. Maar het ziet er wel fantastisch uit. Ik wil die hekjes gaan doen. En die hekjes staan ook, dacht ik, bij... Ik denk dat ik wel deze moet pakken, geloof ik. Dan zou ik even moeten kijken bij de branches. Hij heeft ook de fences gemaakt. Dus zeker weten, ik gebruik heel veel van Brian hier in mijn pretpark. En dat is zeker tof. Even kijken, ik denk dat ik dit even moet weghalen, dit paaltje en het hekje. En dat we dan deze ervoor in de plaats zetten. Ook al heeft hij niet de goede kleuren, dan moeten we toch even de goede kleuren gaan zoeken. Of even gaan plaatsen. We hebben, ik geloof rode hek. Nee, het zijn bruine paaltjes, dus dan gebruiken we hier bruin. Met, is dit blauw? Nee, dat hoort een beetje roze te zijn, want dan gebruiken we de Disney kleuren. Dus dan maak ik dit een beetje roze. En dan maken we die bovenkant maken we blauw. Nee, dat heb ik niet goed. De bovenkant is roze. Jeetje, wat een gedoe. Roze. En deze is dan lichtblauw. Zo. Ik ga eens kijken of dit de goede is, want je hebt zoveel verschillende maten. Ik heb hem vooral per ongeluk geplaatst. Hier zo. Kijk. Je hebt nog meer. Je hebt deze curve 2, heb je. Kijk, die is al niet goed. Die is te groot. Je hebt de curve 1.5. Die is wel redelijk. Ik denk als je de curve 1 hebt, die is te... Nee, die is niet goed. Ik denk dat deze perfectos is. Ik denk dat deze het goede is. Ja. En dan pakken wij natuurlijk uit... ik heb het zo lang niet gespeeld dit. Het is echt verschrikkelijk dat ik... Ik vind het knap van mezelf dat ik nog gewoon weet waar alles staat. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. Want stel je voor dat je niet weet waar het staat. Dan ja, is dat gewoon heel veel minder om te bouwen. Zo. Hekkie. En doen we hier dat hekje ook tegenaan. Let niet op dat stukje. Dat halen we zo weg. En er staan hier ook allemaal hekjes. Ik denk dat ik het hier even er doorheen moet laten doen. Door zo te klikken. En dan hebben wij denk ik alle hekjes gedaan wat we nodig hebben hier in dit gebied. Dus ik denk dat ik dit ook maar eventjes ga camoufleren met dit. En dan halen we deze hekjes weg. Omdat dit natuurlijk allemaal is veranderd. Dit doe ik wel even heel netjes zo. Omdat als ik het ga met het prullenbakje weg ga klikken, dan heb je kans dat ik het pad weg ga halen. En dat wil ik niet, want dan kost weer tijd om weer een pad te zoeken. En dat kost weer kliktijd. En dat wil ik niet. En dit hekje ga ik ook weer halen. En ja, dit is echt KUT. Maar dat sluit dus niet mooi aan, zoals je ziet. En als ik dit weghaal, zou je ook een klein openingetje zien. Dus we hebben nog even een hekje nodig van Briantje. En die horen we daar te plaatsen. Nou, ik ga eens kijken of die een klein hekje voor ons in de aanbieding heeft. Ik schuif hem even hier naartoe. Is wat beter voor mij om te kijken. Ik zie hier namelijk een full offset. En je hebt ergens een halve. De half hier. En als het goed is, als je die goed plaatst. Dan zie je dus dat die gewoon daar kan staan. En dat je dat ook hier kan doen. Heel simpel. En dan hebben wij een half hekje. Hekkie, 10 jaar niet gedaan, hekkie. En hier ook, nou dat is allemaal goed. Ik heb hem niet meer nodig, ik ga deze wegklikken. Hebben we in ieder geval, we gaan wat plantjes plaatsen hier nog en wat bosjes. Ik vind dat hier nog een beetje kaal is. Ik bedoel, als je hier naar kijkt, we zien alleen maar rotsen en we zien niet echt de planten waar het om gaat. Dus ik ga eens even kijken wat we kunnen gebruiken om een beetje dat Japanse thema vast te houden. We hebben natuurlijk die Japanse bomen, maar we willen naar de struikjes kijken. Dus ik ga gewoon even scrollen en dan komen we vanzelf wel een stukje tegen wat we kunnen gebruiken. Ik denk dat ik wel een beetje random dingetjes ga plaatsen. Bijvoorbeeld even kijken als wij kijken naar... ja, dit zijn weer de bomen. Ik denk dat je sowieso deze kan gebruiken. Nee, niet ook eigenlijk een boom. We moeten die struikjes pakken. Dus even zoeken. Waar staan jullie verstopt, jongetjes? We hebben een Halloween set, zie ik daar. Kijk, dit hier, de kleine gele struik. Dan zou ik deze pakken, die is nog veel leuker. Hij is best behoorlijk huge, dus ik denk dat ik er niet te veel van ga plaatsen. En dan zou ik het liefst die kleine struikjes zoeken. Die zullen vast wel ergens verstopt zijn hier. Hier zou ook nog wel een bloemenstruikje, zou ook nog wel kunnen hoor, met die kleuren. Geen probleem, gewoon plaatsen. Niet bang zijn van, het staat niet of het ziet er misschien niet leuk uit. Gewoon proberen. Hier, spice bushes heb je nog. Bushie! En we hebben nog hier een klein boompje. Wat kunnen we? We kunnen het plaatsen. Maar ik zocht eigenlijk niet die bomen. Ik denk, als ik door ga kijken, dat ik zoek naar de juiste ding. Dat het dan helemaal goed komt. Dat ik denk van, oh ja, die is mooi voorbij die. Ja, dat moeten we gebruiken, weet je wel. Kijk, dit is ook een goede boom voor de Japanse zooi. Dus ik denk, als ik hier een beetje bloemetjes ga pakken. En die gaan we gewoon neerzetten in dit gebied. Dan ziet het er dadelijk al een stuk beter uit. Kijk, deze zijn ook van die kleine. Ja, ik gooi het gewoon neer, hoor. Waarom zing ik Chinese? Ik kom ineens een Chinese nummer in me op. Ik dacht, ik meld het even jullie. Want ja, ik bedoel, zo'n Chinese nummer, dat komt niet altijd in je hoofd op.
Ik schrik er zelf gewoon een beetje van. Maar dat komt natuurlijk. Ik ben natuurlijk volop bezig met het Japanse thema. Dus don't blame me. Don't blame me. Deze. Dit zijn die pepperboom. Oh, die pepperboom. Die is ook heel mooi. Die wil ik wel eigenlijk hier neerzetten. Als het lukt. Ik denk dat ik hem hier wel op kan zetten. Kijk, dan zou ik hem hier kunnen zetten. Ja, dat ziet er leuk uit. En misschien dat ik hier wel eens een boom neer kan zetten. Niet te druk. Misschien nog wat van die bloemetjes hierbij. Moet niet al te druk worden. En anders pak ik gewoon iets anders erbij. En die steentjes zijn ook leuk. Maar die gebruiken we niet voor deze keer. Ik gebruik nog wat andere bloemetjes. Vervelend dat het beeld ook weer naar beneden schuift. Maar dat komt door die lagen. Ik plaats nog wat van deze bloemetjes. En ja, ik weet het mensen. Ik moet nog wat dingen afwerken inderdaad. Wat je daar ziet met dat dakje van die achtbaan. Ik weet dat dat er niet zo mooi uitziet. En ik weet dat ik daar nog heel erg aan moet werken. Dat weet ik. Ik weet het allemaal. Jullie kunnen het zeggen. Leuke comments altijd. Ik lees altijd de comments. Ik vind het leuk dat jullie nog enthousiast zijn over dit project. Want ja, het is al vrij lang aan de gang, dit project. Disney Unique. En het is natuurlijk fantastisch om het elke keer up te graden. Ik merk wel, dat is echt wel heel erg nadeel. Ik merk dat het heel lang duurt voordat het level van mij is opgestart. En ja, dat heb ik een beetje zelf gedaan, omdat ik echt heel veel bouw. En als je heel veel bouwt, dan... Ja, dan merk je het wel dat het gewoon wat langzamer gaat allemaal. In ieder geval, hij start nog wel op en dat is denk ik wel het positiefste. Kijk eens, die boom staat hij niet in de achtbaan. Even kijken, want hij mag echt niet die achtbaan raken. En zoals je ziet gaat hij gewoon keihard volop door die achtbaan heen. En dat wil ik niet. Ik wil dat het een beetje realistisch wordt. Dus ik ga gewoon wat boompjes plaatsen hier. Zo. En misschien dat ik hier nog wel zo'n English. Oh, zo'n English boompje. Die vind ik ook leuk. Waar kunnen die plaatsen? Het mag niet te druk worden namelijk. Maar het moet wel een beetje passen. Dus ik ga hem denk ik hier plaatsen. En ik wil eigenlijk nog zo'n klein boompje hier zo. Maar niet dat het hier te druk wordt. En ik had eigenlijk zo'n grote boom hier gewild. Maar ik moet even kijken of het een beetje staat dat hij niet door de achtbaan heen gaat. En ik geloof dat deze, als ik die een beetje opschuif, dat hij dan heel mooi terecht komt. Ik denk als ik deze afsluit, dat deze boom helemaal op zijn plek staat. En dat hij net niet wordt geraakt door de karretjes. Nee, kijk, hij komt maar makkelijk onderdoor. Fantastisch. Hij raakt net de boom niet. En zoals je ziet, ziet het nou al iets leuker uit. Ik mis toch wel een beetje de zijkanten. Dus die gaan we nu een beetje vormgeven. Vormgeven met een leuk... Even kijken, wat hebben we nou allemaal? We kunnen ook een leuke prullenbak neerzetten. Maar ik denk dat ik toch ga voor de standaard lantaarnpaaltjes die ik heb verspreid over... Je moet trouwens niet, en dat is echt iets wat ik aan mezelf beloof... Ik moet niet het park zetten op nacht. Want dan gaat mijn hele spel flippen. Dan gaat hij helemaal vastlopen. Je hebt kans dat hij gewoon het spel gewoon afsluit. Gewoon. Ja, natuurlijk moet hij al die lichtjes laden. En mijn hele park staat zo wat vol met alles. Dus vandaar dat ik dat maar niet ga proberen. Ik zie trouwens dat ik het pad van de achtbaan... heb ik nog niet echt heb ik zwart gemaakt. Dus ik wil dat eigenlijk een kleurtje geven. Een kleurke. Dus ik denk dat we deze even gaan aanpassen naar bijvoorbeeld... roze, dat lijkt me wel een uitdagende kleur. En misschien dat ik ga voor wat rood. En misschien dat ik ook wat ga voor een beetje wit. Ik vind het er wel uitdagend leuk. Ik vind het er wel leuk uitzien, ja. Het ook wel iets. En nu loopt mijn spel vast. Ik ga hem zo snel mogelijk opslaan. Het lijkt net of mijn PC heel zwak is. Maar het spel vraagt gewoon heel veel systeemeisen. Om het zo te zeggen. Ik vind hier nog een beetje kaal. Ik had liefst nog wel een boom willen neerzetten hier. Ik vind sowieso dat die... hier moet ik nog een dak op zetten trouwens. Dus we gaan eens even kijken waar die set staat. Dan maak ik gelijk een dakje erop. Wat een dak. Je kan er niet... Oh, en bloemetjes. Oh, leuk dit. Ja, ik zie weer een andere set. Ik ben weer helemaal verkocht. Ik ben weer helemaal verslaafd. Maar ik laat me niet afleiden. We gaan... Oeh, stoompilaartjes. Oh, die zijn ook leuk voor aan de zijkanten. Gaan we niet aan beginnen? Ik moet dit afsluiten. En we moeten kijken naar... even kijken, de goede set moeten wij pakken. Dus ik pak het... waar staat het eigenlijk voor? Muren, daken en gebouwen. Oké, het muurtje. Ik ben echt zo benieuwd hoe ze dat in Rollercoaster Tycoon World gaan doen. Want ja, dit op zich, het scrollen is vervelend. Ze hadden een zoekfunctie moeten doen. Als jij de naam weet van een scenery, weet je al, East Gate. Kijk, dit onthoud je allemaal wel. Dan is dat gewoon veel makkelijker door dat in te toetsen. En dan kan je er zo naartoe. Maar goed, dat hebben ze dus niet gedaan. En jammer dat ze dat niet hebben toegevoegd met een update of zo. Dus maar ja, we doen het er gewoon mee. Eens even kijken, hoe kunnen wij een mooi dakje vinden? Zit hier wel überhaupt een dakje op? We kunnen ook een plat dak eens maken. Dat we zeggen van, nou, ik doe gewoon een vloer erop. Zo. En dan doen we dat even momenteel, doen we dit even, ja? Kijk. Nou, het kan, überhaupt kan het wel. Maar dan hebben we in ieder geval wel een soort van dak erop. Het ziet er niet mooi uit. Maar trouwens, die lantaarnpaaltje moet ik eigenlijk vervangen met deze. Vind je niet? Dit is veel meer Chinese thema. Oh, dan moet ik ze wel aanhouden met de kleur wat ik hier heb gebruikt. Oké, ook wit.
Oké, wit. Ik ga ze ook gewoon hier plaatsen. Zo. En ik ga ze gewoon een beetje verspreiden. Stond ook daar niet in aan, dacht ik. Nee, maar dat is dan. Je hebt dat gewoon niet in de gaten. Je leert gewoon als je. Hoe meer je bouwt, hoe meer je van jezelf leert. Zo is het. Ik kan ze heel moeilijk hier aan de zijkanten zetten, zie ik nu. Want, even kijken. Dan moet ik hem omhoog gaan doen. Op deze manier. Oh, dat gaat nooit werken. Is dit een half pad? Even kijken hoor. Zo. Ik plaats hem even lelijk hoor. Wacht. Oké, zo gaat het lukken. Oké, prima. Denk ik. Ik weet niet of het er mooi uitziet. Hier één. En even kijken hoor. Daar één, denk ik. Gok ik. En ik wil er nog eentje daar. Kan het? Ik denk het niet. Wacht even. Hier zo. Oké, dan halen we deze weg. En we halen dit lampionnetje weg. En dan komt er... Oh, die staat erin! Kijk! Nou, die was helemaal goed geplaatst. Maar ik heb het wel een beetje goed verspreid. Zo. Dan hebben we allemaal van die lampionnetjes. Ik vind dat er veel leuker uitzien. Een beetje meer sfeer, denk ik dan, hè. Hebben ze hier nog daken? Hier zien we wat daken. Misschien dat ik deze kan gebruiken. Die is een diag. Dat betekent, diag betekent dat die schuin staat. In diagonaal heet dat volgens mij een heel duur woord. Nou, niet duur, maar... Kijk eens. En hier hebben we een dakkie. We hebben een dakkie. En het matcht mooi, dat groen met dat rood. Ik ben heel slecht met kleuren, dat weten jullie. Maar kijk, oh, het kan zo, dames en heren. Ik heb een dakje erop gedaan. Nou, dat is mooi, hebben we dat ook weer afgewerkt. Ik was daar heel bang voor dat ik dat dakje nooit ging afkrijgen. Ik wil hier nog wel wat bosjes doen trouwens, want dat ziet er wel wat leuker uit. Gewoon een paar van die bosjes die ik eerst ook had. Misschien wel plantjes, dat zou eventueel ook nog kunnen. Hier zien we een bosje in. Oh, een bosje. Oh, dit is een mooi bosje. Daar kunnen we een paar van neerzetten hier zo. Kijk eens. Een paar bosje en daar nog een bosje. Kijk eens. Nu oogt het al wat drukker. En misschien dat ik nog wel iets van een object neer kan zetten. Hebben wij nog een Chinees object? Er zit toch nog wel standaard iets in Rollercoaster Tycoon wat we kunnen gebruiken. Even kijken hoor. Dus Dino, de Safari, Paradijseiland. Hoe dat er staat. Atlantis, Piraten, Ruimte... enge, spookachtig, wildwest en avontuur. Of algemeen. Nou, als we die uitvinken, dan zien we dus deze dingen. Maar we willen, denk ik, waar zou het bij horen? Ik vrees die. Daar kunnen we misschien wel dingen van gebruiken, zoals je ziet. Misschien deze, even kijken. Zo'n stenen vis of zo. Ze hebben niet heel veel ideetjes. Wat is dit? De misc set. Oh ja, dat was die. Ja, dat waren... Oké. Een aapje in de boom. Exotische vogel. Kunnen we wel neerzetten hier op zich. Ik vind het wel leuk uitzien. Oké, prima. Dan doen we dat. Dat is helemaal goed. Nou, dit ziet er wel heel, heel erg gezellig uit. Ik wil eigenlijk het spel even playen. Om te kijken. En de achtbaan openen. Om te kijken of de mensen ingaan. Want daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Dus ik ga hem openen. En we moeten een achtbaan naam geven. Dus even kijken. Hoe hebben we de vorige genoemd? Hebben we deze vernoemd naar Japanse Rivercraft heet deze. Japanse Rivercraft. Ik ga die ook openen. Hoeveel karretjes hebben we daar eigenlijk voor? Even kijken hoor, want dit moest ik ook nog afwerken inderdaad. Zal ik deze dan nog dicht laten? Deze mag nog niet open. We gaan dit eerst afwerken voordat we mogen openen. In ieder geval de achtbaan met de looping is in ieder geval al afgewerkt. Zo, hij lijkt al een beetje mensen. Hier zo. Dan gaan we even kijken. Dit heet dus... naam. De Japanning. Ik vind dat een hele creepy naam. De Japanning. Wauw. Origineel Vincent, ik weet het. We hebben het de achtbaan is geopend, zeg maar, voor het publiek. Ik ga even mijn spel opslaan. Ik merk dat hij steeds vaker vasthangt, het spel. Dat is wel spannend. Dat maakt het spannend eigenlijk, vind ik. Ik weet niet wat er spannend het is, maar goed. Het is ook voor het eerst dat ik zo'n achtbaan heb gemaakt. Dat je zeg maar wordt gelanceerd eigenlijk. Dat je eerst naar achter wordt getrokken. Je gaat een looping, je gaat naar voren. Je gaat weer een looping. En dan is die klaar. We gaan eens kijken of de mensen in de buurt komen. Ik zie hier, wie is dit? Is dit een meneer? Dit is Monty F. En Monty F is een jongen met een heel raar gekleurd kapsel. Heeft hij serieus... Heeft hij twee kleuren haar? Voor heeft hij geel en achter is hij zwart. What the fuck? Wat heeft hij met zijn haar gedaan? Dat is echt heel creepy. Waarom zou je haar ooit zo doen? Maar goed, hij ging naar de wc. We zien hem niet meer. Ik zie hier een monteur. Nou, die meneer die is al heel erg bang dat het niet goed gaat met de looping. Ik hoop het namelijk wel. Ik vind dit nog een beetje kalig. Ik weet niet. Het is gewoon een pleintje. En voor de rest helemaal niks.
Ik vind dat ik hier iets in het midden moet doen of zo. Gewoon dit openen zo. En dat we hier iets van een struik moeten doen of zo. Of iets van in ieder geval iets met groen moeten we hier nog doen, vind ik. Ja, ik vind het zo kaal daar. Ik vind ook dat we even kijken als we dan de hekjes pakken. Dus ik pak de... Oh, er komt er eerst een testritje zoals je al hoort. Als we nou even dit doen. En dit en dit en dit. En dan pakken we even... ja, ik vind het zonde om dit te doen. Dan moet je wel heel veel verwijderen, hè. Maar we zijn wel heel erg lui, weet je nog? Oké, we zijn lui. We zijn gewoon lui, we doen het gewoon. En ik verwijder gewoon netjes met... zo. Kijk. Zo, het zijn maar vier klikjes, mensen. En dan heb ik één kant al weg. Hier, één, twee... Nou, dit is toch veel makkelijker. Gewoon lui bouwen. Huppakee. Nou, mooi hekkie. En dan kunnen we hier ook nog bankjes aan de zijkanten plaatsen. En dan kunnen we dit in ieder geval met groen bedekken. Terwijl we wachten op de mensen die dan in de achtbaan gaan. Ik hoop niet dat jullie het vinden dat ik te lang bezig ben met het stukje grond. Want er zijn nog heel veel andere delen in het park. Ik weet het. Maar ja, ik moet de aflevering vol krijgen. Hè? Dat weten jullie. En ik vind het ook fantastisch om gewoon dit gebied gewoon af te werken. Weet je? Dan kan je een vinkje zetten bij van ik heb dat gebied klaar. Weet je? Ik hoef er niet echt veel meer aan te veranderen. Ik kan er wel wat dingen aan veranderen, maar in ieder geval het meeste is gebouwd. En dat is ook fijn, hè, als je dat gevoel hebt. Nou, ik ga wat planten plaatsen. En misschien dat wij ook wat struikjes plaatsen hier. Maar ik wil vooral een paar van die Japanse bomen hebben, denk ik, dadelijk. Ik wil wat van die rode bloemetjes ertussendoor. Het mag wel echt kleurrijk, hoor. Beetje geel ertussen. Ik doe gewoon van alles wat. Een beetje van die plantjes ertussen, zo. Huppakee. Dit is wel een beetje de... Wat is er? Chef Patats frietkraam is net kapot gegaan. Ik vind het zo raar dat... Ik snap het nog steeds niet. Waarom zou een patatkraam kapot gaan, weet je? De frituur is kapot. Of is er een knop kapot? Of... Hè? Nou, wat hebben wij nog meer? Hebben we nog een beetje spannende bloemen? Ik vind het zo saai. Kijk, we kunnen van die beekjes doen hier. Oh, die gaat er buiten. Dat mogen we niet. Even kijken. We hebben hier nog wat... deze. Dat is een stuk, ja. En we kunnen deze gebruiken. Dat is nog meer zo. Een beetje bloemetjes. En we hebben nog van die gras wat we ertussen kunnen doen. Zo. Dan hebben we wel echt het meeste gedaan, hoor. Van bloemetjes. Oh, dit is erbuiten. Dat mag ik niet doen. Ik wil het liefst even die plantjes pakken. Die mooie bomen die we daar hebben. Die staan ergens als we helemaal naar beneden scrollen. Wat is het nou weer? Oh, is gerepareerd. Zie je dat mijn monteurs zijn gewoon zo gespecialiseerd in het maken van... van die prachtige frietkramen. Dat wil je niet weten. Kijk, hier zo'n cherryboompje of zo. Kijk. Kijk, dit vind ik fantastisch. En misschien doen we nog een klein boompje hier erbij ook. Kijk, doen we dan hier hier ernaast. En dan doen we hier nog even een... kijk, zo'n boompje doen we er ook nog tussen. Ik vind dat heel leuk. Ik vind dat heel gaaf. Of we nog eentje bij kunnen doen. Natuurlijk kunnen we dat doen als ik hier nog een paar van die boompjes doe. Of van die... Kijk, dan ogen het nog wat voller. En misschien kunnen we hier nog wat plantjes tussen plaatsen. Als dat mag. Ja, dat mag zeker. Dan wil ik ook nog van deze bloemetjes ertussen doen. En even kijken, er is al iemand binnen geweest in de attractie. Ze waren aan het juichen zoals je net zag. Dat vind ik heel fijn om te zien. Ja, dat doet mij deugd. Dat doet mij deugd. Nou, zoals je ziet, het is gewoon random plaatsen van objecten. En die objecten zorgen ervoor dat het er gewoon wat leuker uitziet. En dat is gewoon heel tof. Misschien dat ik nog wat steentjes schuin kan plaatsen zo. Gewoon random wat stenen, hoor. Het zijn allemaal stenen, hè? Zo. Nou, dit oogt alweer fantastisch. Ik wil nog wel even afwerken door wat... door wat bankjes neer te zetten. Want een bankje, daar kunnen mensen zitten. En ik geloof ook dat ik dan eigenlijk moet gaan voor... hoe zeg je dat? Een kraampje of zo dadelijk. In de buurt. Waar ze Chinees eten verkopen. Noedels of zo, hè? Ik denk dat dat heel leuk is. Ja. Jullie hebben dezelfde ideeën als mij. Ik weet het. Jullie zitten achter je computer ook, Vincent. Misschien kan je dat doen. Of zou je dat nog kunnen bouwen? En dan zit ik van, ja, maar jongens, ik hoor jullie niet, want jullie zitten zo ver weg. Ik versta het niet. Ik versta het echt niet, sorry. Waar waren die prachtige lampionnetjes? Waar stonden die? Stonden die in deze set? Natuurlijk niet, Vincent. We moeten binnen 10 jaar gaan zoeken naar de lampionnetjes. In die prachtige Asian set. Die stond hier ergens, die Asian set. Even kijken, is niet te missen. Hij is met dat dak, weet je wel, dat dakske. Hier, East Asia. Nou, we gaan eens even kijken. En daarin zit, als het goed is, een beetje onderop... Zie die prachtige lampionnetjes. Kijk, nou, we kunnen er hier eentje plaatsen. En ik wilde eigenlijk... Even kijken. Hier één plaatsen, als ik het goed kan zien. Want de bomen, die
bedekken een beetje waar ik... ja, kijk, dit ziet er fantastisch uit. Ik ben helemaal tevreden met dit. Alleen die ondersteuning daar is echt uberlelijk. Die gaan we nog even weghalen voordat we daar de video gaan afsluiten. Deze ondersteuning is echt ugly, zoals je ziet. Dan pakken we daarom even kijken. Waar stond die set ook weer? Als ik hem zie, dan weet ik het. Het is al, ik vergeet het heel vaak, want dan werk je even niet. Ik denk dat het in Steelworks is. En dan kijken we even bij de support killer. En als we die killer gaan inschakelen, dan zie je dat die support weg is. En die support hierdoor, dat... Ja, het kan op zich wel. Ik denk dat het wel kan. Ja. Zo. Ik wil eens weten, ik ga het spel nog even een keer opslaan. We zitten al in jaar 54. Dat betekent dat ik al bijna 54 uur bezig ben met dit pretpark. Dat is echt bijzonder veel. Misschien wel een beetje te veel als je het mij vraagt. Maar in ieder geval, ik heb er nog steeds plezier in. En ik hoop jullie ook. Dit hebben we nu gethematiseerd een beetje. Zoals je ziet, ziet het er echt heel erg grappig uit. Ik ben er wel tevreden mee. En even kijken. We gaan kijken hoe deze achtbaan gaat. Ik ben benieuwd, zitten de mensen in op dit moment? Dus even kijken. Want kunnen we ook zien hoeveel mensen al hebben gejoined. Betrouwbaarheid 95%. Nou, dat vind ik dus heel fijn als die attractie betrouwbaar is. Ik vond de Japaning leuk. Je moet eigenlijk de Japaning zeggen. Sascha B. zegt, ik wil nog een keer in de Japaning. Nou, en hier zien we een stelletje, hand in hand. En waarom lopen jullie langs de Japaning? Waarom lopen jullie langs deze prachtige coaster? Of zijn jullie net erin geweest? Is het Sascha? Sascha B. Oh, dit is Sascha B. Maar die zei, ik wil nog een keer in de attractie. Dus ik pak haar op. En dan gaan we gewoon net zo lang wachten. Ga in die attractie, Sascha. Je hebt gezegd dat je in die attractie wou. Wat? Oh, nu ga ik... Oh, ze gaat rennen. Ik denk niet dat zij in de Japaning wil. Nou, vooruit. Ze gaat naar haar mannetje toe die hier loopt. Oh, schat! Ik wil je! Ik wil je! En hij gaat zonder haar een broodje bestellen. Een broodje hamburger, een broodje augurk of tomaat, we weten het niet. Ik zou nog even kijken voordat ik hem afsluit voor die Japanse winkel. Hebben wij überhaupt een Japanse winkel? Al is het maar een sushi tent, maak het uit. Ik ga zoeken. Frietjes, gevulde appels, hamburgers, holdokjes, ijs, kippetjes, koekjes, MC Donutstal, morse kebabbroodjes. Oh, kebabbroodjes. Sandwiches, steakhouse, snoep, snoepjes, Turks, fruit, suikerspin. Maar waarom hebben wij geen noedel? Waarom hebben wij geen noedelbar? Ik snap dit niet. Ik wil een noedelbar, want dat hoort hierbij. Misschien moet ik bij de bij het drinken kijken. Misschien dat er iets bij zit wat ik kan gebruiken. Kokosdrankjes, limonade. Oh jongens, waarom is er nou geen winkel wat gethematiseerd is aan het feit, aan hetgeen wat ik wil? Waarom kan er geen noedels verkopen? Ik snap het niet. Even kijken, als we dit nou eens uitschakelen. Welke krijgen we dan? Nou, helemaal niks. Waarom krijgen we nou helemaal geen gethematiseerde... Kijk, wel apies. Maar apies kunnen op zich wel horen bij het thema. Apies kunnen op... Ja, op zich kan het wel. Apies. Apies dan wel een goed symbool, toch? In Japan. Ik weet het niet zeker hoor. Ik wil misschien maar wat. Maar het zou wel tof zijn als ik die ergens kan plaatsen, dit kraampje. Ik denk dat dit een mooie plek wordt. Ik moet wel wat dingen sneuvelen. Zoals je ziet, ik moet wat plantjes sneuvelen. Maar dat geeft niet. Het aapje kan er wel mooi in zijn plekken. Kijk, het ziet er nog leuk uit. En je ziet ook in die stal. Kijk, kan je aapjes kopen. Wat schattig. Het ziet er zo leuk uit. En we noemen dit ook... even kijken. Oh, je kan ook kijken wat ze verkopen. Wacht even. Oh, dan loopt hij weer vast. Monkey toy. Ze verkopen berenoortjes. Giraffenbobber. Tijgeroortjes. Berenoortjes. Antilopenbobbers. Wat grappig. Zelfs die dingen kan je een naam geven. Wat grappig. En ja, ik doe dat normaal nooit hoor, namen geven. We geven wel een naam aan dit kraampje. En die noemen wij Safari Toys 1. Nee, het heette namelijk Japanse aapjes. Oh, Japanse aapjes. Eigenlijk aapjes, maar ik noem het aapjes. Ziet er geweldig uit. Ik vind het hartstikke leuk. En dan vind ik natuurlijk ook, ja oké, ik moet dat ook afwerken. Ik weet dat ik kan een video niet eindigen door het niet af te werken. Jullie hebben helemaal gelijk. Ik ga ook geen ongelijk geven, daar heb ik helemaal geen zin in. In ieder geval, ik ga even zoeken naar Breintje set. En zoals je ziet gaat wel de attractie kijken. Gaat wel... Oh, daar gaat hij. En daar komt hij. Leuk karretje. Oh, hij haalt het niet. Oh, oké. De rit is iets aan het veranderen. We moeten het even aanpassen. De rit is niet helemaal 100%. Goed dat ik even naar bij kijk.
Ik stond erbij en ik keek ernaar. Oké. Ja, laten we het nog een keer opnieuw doen. Gaat hij nog een keer? Het zou mooi zijn. Nee. Oké, dit was de rit. Hopelijk vinden de mensen het wel een soort van oké. Dat ze zeg maar een niet complete rit hebben. Maar dat geeft niet. Ik denk dat ik even een testronde ga doen. Voordat we verder gaan. Ik denk ook dat ik de karretjes heb aangepast dat ik het niet haal. Denk ik hoor. Dat de karretjes zwaarder aanvoelen. Maar dat weet ik niet zeker. Laten we eens kijken. Hij gaat er door. Oh, hij haalt het niet. Hij haalt het gewoon niet. Ik denk dat die karretjes mag ik. Ik moet ze echt veranderen. Ik moet echt de karretjes veranderen. En wat waren ze ook alweer? Deze dan. Oké, we gaan nog een keer testen. Even kijken of hij het nu wel doet. Hij heeft het voortaan. Hij heeft het al vroeger gedaan. Jullie hebben het gezien. Oké, we gaan eens kijken. Hij gaat helemaal naar achter nu. Bij die andere ging hij niet helemaal naar achter. Kijken. Kom op, kom op, kom op. Kom op! Waarom haalt hij het niet? Ik snap het niet. Achteruit hellende start. Moet ik hem dan... Misschien moet ik hem... Wacht. Misschien heb ik hem ingekort. Kijk, als we dit nou... nog hoger maken. Zo. Ik weet dat ik die ondersteuning nu weg moet halen. Maar in ieder geval, we gaan nu testen. En misschien kan ik nu wel die oude karretjes gebruiken. Maar in ieder geval, dit zou ook nog kunnen. Nou, hij gaat omhoog. Omhoog, ja. En hopelijk heeft hij nu wel genoeg snelheid. Zo. Laat hem los. Dan komt hij door het station. En hij haalt hem. En dan hoop ik namelijk nu natuurlijk ook dat hij hem nu ook op de terugweg haalt. En stop. Ja, precies, stopt hij hem. Oké, dan gaat hij terug. Kom op, haal het. Oh, yeah. Oké, ik ben helemaal blij. We gaan hem nu openen. Oké, nu gaat officieel de Japening open. Dit was nog een beetje test. Dit waren testpoppen die erin zijn geweest. Echt testpoppen. Ik test het ook weer niet. Maar ik dacht dat ik het vorige keer had getest. Ik weet het zeker. Jullie hebben het gezien. Misschien heb ik iets gekloot of zo. Want ik heb natuurlijk die layout een beetje aangepast. We gaan eens even kijken. Een full hebben we nodig. Hier zo. En dan hebben we eigenlijk hekjes nodig om het af te schermen. Maar we kunnen ook een keer wat andere hekjes gebruiken. Maar dat wil ik niet, want we moeten ons aanhouden aan het protocol. Aan het protocol moeten we ons vasthouden, dames en heren. We kunnen niet anders doen in één keer. Dat moet allemaal dat hekjessoort zijn. Ik ga hem even naar midden slepen. Waar is die? Het is deze set. Als we Brein niet hadden, hadden we deze mooie set niet. Ik ben echt blij met hem. Oké, en ik hoop jullie ook. Zo. En daarachter... Op deze manier. Zo, kijk eens. Nou, dit ziet er fantastisch uit. Ik ben blij. Ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Laat zeker een like achter. En vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon video. Doei!